Heb je de kandidatenlijst van Omtzigt nog gezien? Hij kwam sneller dan dat we gedacht hadden. Nou, ik heb wel wat kandidaten gezien, maar niet alle. Want waren het 41 kandidaten? Ja, 44 in de 40 inderdaad. Er werd aandacht besteed aan een aantal mensen die sowieso al bekende Nederlander waren. Nou, die mevrouw die dus dat toeslagenverhaal terecht, heeft aangekaart. Dat vond ik fantastisch dat die mevrouw op die lijst gezet is. Ja, even kijken. Die verdient natuurlijk een pluim. Ja, dat is Sandra Palme Slange. Ja. Voormalig ambtenaar van het ministerie van Financiën. Juist. Uitgebreid heeft ze haar bazen gewaarschuwd. Ja. En is vervolgens weggepromoveerd, begreep ik. Ja, zij staat op plek 5. Op plek 4. Terecht. De voormalig ambassadeur in Griekenland en Israël, dat is Kasper Veldkamp. Die heeft hij weten aan te trekken. Dat zegt me niks. En dan even kijken op plek 2, Nicoline van Vroonhoven-Kok. Ja, dat was zijn naaste medewerkster. Ja. En ik ben een enorm verstandige vrouw eigenlijk. Ook van het CDA inderdaad en de rechterhand. Ja, en dan die strafrechter, Judith Uitermarkt, die staat op 3. Ja, misschien dat die dacht van ja, laat ik een aantal verstandige adviezen geven. Ja. Omdat er natuurlijk ten aanzien van het OM en de, laten we zeggen, de strafrechtspleging in bredere zin in Nederland veel mis is. Namelijk dat het allemaal idioot lang duurt. Ja, ja, dat zie je bij de BBB ook. Hè. Dat ze proberen, ze zoeken iemand uit de medische hoek, iemand uit de juridische hoek. Dat je in ieder geval voldoende mensen op die lijst hebt staan. Even kijken, dan heeft hij ook nog iemand bij de VVD weggeplukt. Volkert Itzinga. Dat zegt me niks. Die staat op. En dan hebben we nog een gemeenteraadslid uit Amsterdam, Diederik Boomsma. Ook van het CDA. En die werd vorig jaar verkozen tot het beste raadslid van het land. Ja, daar heb ik ook verder geen cent voor. Want hoe is dat dan bepaald? Er zijn in Nederland honderden, zo niet duizenden raadsleden. Ja. Hebben ze daar dan een soort gemeenschappelijke verkiezing? Nee, dat is toch een slag in de lucht. En Rosanne Hertzberger van NRC. Dat is jammer, want in die zin. Dat ze namelijk een ontzettend leuke column in de kwaliteitskrant schreef. Die microbiologisch, hè? Waar ik het vaak of soms niet mee eens was. Maar zij was een prima columniste. Maar zij wil nu, ze schreef vandaag een afscheidskolom in de kwaliteitskrant. Dat ze wil nu met de handen aan het. Ze wil echt achter het stuur, zou ik maar zeggen. Of mede achter het stuur. Niet waar? En betekenisvolle dingen doen. Dat zal haar ongetwijfeld ongelooflijk tegenvallen. Hoeveel betekenisvolle dingen je kunt doen. Waarschijnlijk bij veel idealisten zal natuurlijk de coalitievorming al een bittere teleurstelling zijn. En dan is wat er verder uit gaat komen natuurlijk opnieuw een bittere teleurstelling. Want mensen in het algemeen heel weinig begrijpen van de onbeschrijfelijke traagheid. Van het besturen van, ook Nederland is een klein piepklein land, maar de overheid is natuurlijk een supertanker van ongekende afmetingen, organisatorisch gezien. Ja. Dus dat gaat bitter tegenvallen, maar ja, zo zit het politieke leven in elkaar. Dat is bij uitstek een wereld van survivors. Ja, maar je zou wel kunnen zeggen, positief dat er nog mensen zijn die voor die politieke wereld kiezen. Want zoveel is die zijn natuurlijk bewogen door die bubbel van optimisme en alles kan anders. Die Omtzigt heeft, weet het of niet, in zekere zin voor en rond Omtzigt gecreëerd is. Kijk, van die bubbel ben ik niet zo onder de indruk. Je weet dat ik er nogal instrumenteel over denk. In die zin dat ik enorm blij ben met Omtzigt, omdat het natuurlijk van de nieuwe Jezusen is het de eerste die inderdaad enig verstand van politiek heeft. En er aanzienlijk veel verstand van heeft. Maar ik hoop natuurlijk dat die erin zal slagen om de VVD uit de cockpit te krijgen. Kijk, de VVD mag van mij mee als hulptank of zo. Maar niet meer in de cockpit. Ja, je hebt de peilingen gezien, hè? Ja, ik heb de peilingen gezien, dus ik ben helemaal niet optimistisch gestemd. Maar het blijft spannend. En de peilingen Het blijft wel spannend, omdat die, natuurlijk die drie grote, dat is een beetje, dat kan alle kanten op. Hè? Het zijn natuurlijk peilingen, dus er zit een marge in van zeker 2 naar beneden en 2 naar boven minimaal. Zo niet 3. Maar feit is toch dat het er, vind ik nu, iets minder veelbelovend uitziet dan ik dacht. In mijn ongekend optimisme een week of 2, 3 geleden. Omdat de VVD nog steeds meedoet met ja, de grootste partijen. Ja, die scoren prima in de peilingen. Dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Als je weet dat de VVD, goed, even generaliseren en doorstoten hier, de hoofdverantwoordelijke is voor het verschijnsel wat tenslotte Omtzigt heeft veroorzaakt. Namelijk de toeslagenaffaire.
Hè? En het drama wat daardoor gecreëerd is. Met tienduizenden mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden. Omtzigt heeft het niet gecreëerd. Die heeft daarvan... Nou ja, goed. Die was een van de aanjagers van de kritiek op. En die heeft daar langdurig achterheen gezeten. En ja, ik weet ook dat hoe heet ze, Renske Dinges. Dat die daar ook een heel belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar nogmaals, ik zou zeggen, Omtzigt en de sfeer rond hem en de verontwaardiging die daar deels een onderdeel van is, is natuurlijk een product van de toeslagenaffaire. Ja. En laten we dan meteen even iets zeggen over de toeslagenaffaire, want de verhoren gingen weer gewoon door. En wat zagen we daar weer? Twee van die godvergeten sukkels. Nou, ik moet zeggen, ik heb Wiebes niet gezien. Het was Wekers. Nou had ik al geen hoge dunk van Wekers, maar die dunk is nu werkelijk tot het absolute nulpunt gezakt. Hij was staatssecretaris toch? Ja. Voor de VVD. Ja. Hij is om andere redenen opgekrast, want die ook is niet. Was het ook niet toch de Bulgare vrouw? Ja, dat had daarmee te maken, ja. Nou ja, de precieze zaak wist ik niet meer. De ambtenaren die verhoord werden zeiden dat ze Wekers en Wiebes wel degelijk hadden geïnformeerd dat de woorden bloedbad waren gevallen, maar Wekers wist van niks. Hij had dat helemaal niet gepercipieerd. Nou ja, zo'n moeilijk woord zal hij niet 1, 2, 3 gebruikt hebben. Hij had het niet zo gemerkt allemaal. En ja, als hij het gemerkt had, dan zou alles anders. Nou, het was weer slappe uitvluchten, kletskoek. Nou, sterker nog, hij zei, ik ben op het verkeerde been gezet door die ambtenaren. Ja, daar geloof ik ook. Dus ja, wie spreekt de waarheid? Ik kan me niet voorstellen dat die ambtenaren bij voor onder Ede gaan liegen over dat ze het over een bloedbad hebben gehad. Nou ja, hoe het ook zij. Maar niet collegiaal wat hij doet, hè? Want hij zegt niet 1 keer, maar echt meerdere keren ben ik op het verkeerde been gezet door mijn eigen ambtenaren. Ja, nou ja, Wekers was een prul toen hij er was. En Wekers is wat mij betreft nog steeds een prul. Maar goed, ik wil maar zeggen, deze zaak ontwikkelt zich steeds op dezelfde wijze. Er is voortdurend gewaarschuwd op vrijwel elk denkbaar niveau. En ze hebben gewoon doorgetrokken. Of het nu Henk Kamp is, of die suffe Wekers, of de minister-president. Geloof je nou echt dat Rutte daar allemaal niets van af wist? Dat hij de hele dag zat te fluisteren met die foto van Thorbecke op dat kamertje van hem? Nee, natuurlijk. Tuurlijk niet. Ze wisten er allemaal van. En dat ze hebben het laten gebeuren. Dat is het wonderlijke. Het is wanbestuur van de ergst denkbare soort. Het is wanbestuur terwijl je weet dat je bezig bent met wanbestuur. En die partij staat het hoogst in de peilingen. Daar heb je toch niet van terug. Maar had je meer verwacht dan van deze verhoren? En hoe de verschillende... Nee, wat eruit komt is precies wat ik verwacht had. Namelijk dat ze aan de lopende band door iedereen op elk niveau zijn gewaarschuwd en zich er geen zak van aan hebben getrokken. Daarom stelde ik al voor dat een ambitieuze jonge historicus een dik boek schrijft over al die eindeloze adviezen van de Algemene Rekenkamer, van de Ombudsman, van de Raad van State, waar geen van die kabinetten zich ooit ene kloot van aangetrokken heeft. Dat duurt al veel langer, die zaak. Wekers klaagt dat de antenne voor wat politiek gevoelig lag bij zijn ambtelijke top niet goed ontwikkeld was. Ik geloof er niets van. Geloof je nou echt dat die ambtenaren gaan liegen over een bloedbad? Ik geloof het niet. Ja. Hoe dan ook als dit duister is, dan is toch duidelijk dat die waarschuwingen op elk niveau er steeds zeggen mee. Neem die mevrouw die dus nummer 5 staat op die opzichtlijst. Prima. Die heeft gewaarschuwd. Ze zegt, jullie doen iets wat niet goed, want jullie zijn niet goed snik. En ze zijn er gewoon mee doorgegaan. Wel bewust zijn ze er mee doorgegaan. Want Kamp had er een gevoel bij. Ja. Nogmaals, daar is ook onze ontzettend lieve, aardige, jonge, dynamische, vrolijke Mark Rutte ook medeschuldig aan. De VVD zegt dat er... Ik hoop dat hij er s'nachts wakker van ligt. VVD zegt er heerste in die tijd een cultuur van wegmasseren en zaken mooier voorstellen dan dat ze waren bij de Belastingdienst. Maar de Belastingdienst zelf is ook kapot gemaakt door reorganisaties en bezuinigingen en de meest zonderlinge beleidsbeslissingen. En we hebben het al gehad over dat zaal dat expertisepersoneel eruit hebben gegooid met een geweldig leuk vertrekbedrag. Nou ja, het is
En daar gaat nou eigenlijk dat nieuwe sociale contractclub, die gaat nou juist over het feit dat er sprake is geweest in Nederland van een langdurig wanbestuur. Ja. Daar gaat het toch over? Ja. Maar hier staat inderdaad in dit stuk Dennis Blansjaar. Dat is inderdaad die ambtenaar die zei, nou ja, we hebben Wekers wel degelijk op de hoogte gesteld. Wekers zegt weer, nou ja, slecht geheugen, weet je niet. Als je dit toch zo leest, dan denk je, die commissie is toch om echt de waarheid naar boven te krijgen. Ja. Wie spreekt hier nou de waarheid en wie liegt hier nou in dit verhaal? Dat is lastig. Dat wordt dus nu niet duidelijk. Ja. Mijn natuurlijke gevoel is dat die Wekers, als hij zegt dat hij het vergeten is, geloof ik het direct. Het is een man met hele beperkte capaciteiten. Waarschijnlijk heeft zijn geheugen ook maar een heel klein. Het is ook maar een heel klein doosje, wie zal het zeggen. Maar waarom is hij niet, ervan uitgaande dat dit niet helemaal klopt, waarom zijn ze niet transparant en zeggen, ja, heb ik verkeerd ingeschat? Dan komt in ieder geval naar boven waar het mis is gegaan. Nou ja, je weet waar het mis is gegaan. Henk Kamp was natuurlijk belangrijker, dat voel je wel. Hmm. Die commissie, die laten we zeggen, achter die fraudezaken aan zou gaan, dat was volgens mij een kabinetscommissie onder leiding van de minister-president. Ja, ze lieten nog een fragment zien van de week, waarin hij inderdaad in een toespraak zei, we gaan die fraude keihard aanpakken. Keihard aanpakken. Waarom heeft de VVD eigenlijk niet gekozen voor een nieuwe naam? Of een slogan? De keiharde partij. Keihard, weet je nog, Opstelten. Want die allemaal die keihard gingen aanpakken. Jongen. Hou dat niet voor mogelijk. Hij was toch, door het bonnetje was hij toch, moest hij weg, toch? Was toch ja, een bonnetje zeker. Kwijt? Ik kon het bonnetje niet vinden. Ja, vervolgens bleek het gewoon in de bovenste bureau laten liggen. Ja. Wekers zegt ook weinig steun te hebben gehad in die tijd van de collega's in het kabinet. Hij was er als staatssecretaris van Financiën voor de uitvoering van de toeslagen, maar het beleid daarvoor wordt gemaakt door de ministeries Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken en ook Volksgezondheid. Hij zegt, ik heb af en toe misschien wat te veel verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Ik had wel wat vaker moeten verwijzen naar de vakminister. Oh, ja. Wekers. Ik ben ook geneigd wat te spelen met zijn naam, maar we gaan er verder niks over zeggen. Wekers is niet meer dan een tweederangsfiguur in dit gruwelijke drama, wat uiteindelijk door al die kabinetten die daarbij betrokken waren gedragen is. Ja. En die toeslagen bestaan nog steeds, hè? Ook nu nog. Ja, sterker nog, ik begreep dat de armoedebestrijding voor volgend jaar ook in feite toch weer gedeeltelijk door middel van toeslagen zal worden uitgevoerd. Ja, moeten we daar dan niet, we zouden de verkiezingsprogramma's dus erop na moeten slaan wat de partijen daarover zeggen? Ja, zeker. Ik weet ook niet hoe Omtzigt daar tegenover staat. Ja. Ja, wat natuurlijk in dat systeem is, je moet het dus aanvragen zelf. En als je er gaat dus wel eens iets mis. En als je het dus verkeerd aanvraagt. Je weet, als je een komma verkeerd zet, dan ben je een fraudeur. Ja, en dan moet je het jaren maar later. Maar of dat nu nog zo is, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Of ze iets geleerd hebben van dit immense drama, waar nog steeds aan gewerkt wordt natuurlijk, om het onder de resultaten, de negatieve resultaten weg te werken. Ik heb geen idee. Maar het is niet het enige voorbeeld van wanbestuur. Hmm. Wanbestuur, dat geldt voor een reeks van terreinen. Ja, dat komt die grammofoonplaat weer, was het ook alweer? Ja, dat was een man. Meneer, kunt u misschien even die grammofoon uitzetten, want ik zet hem weer op, de plaat. Ja. Het is op een reeks van terreinen volkomen misgelopen. En laten we wel wezen, uiteindelijk is daarvoor verantwoordelijk de Tweede Kamer. Ja, die niet goed heeft opgelet, of die ook de andere kant op heeft gekeken, of die het overigens een fantastisch idee vond. Wat zullen we er verder van zeggen? Ja, en uiteindelijk is het de kiezer die de partij beloont, die dit allemaal, die de hoofdverantwoordelijk is voor deze ellende. Ja, dan ben je dus uitgepraat. Wat vond je van die plannen om het minimumloon te verhogen, die nu misschien teruggedraaid worden omdat het kabinet zegt, helemaal niet haalbaar? Dat kan helemaal niet. Er is helemaal geen dekking voor. Nou, het probleem was, dacht ik, dat men al heel verschillende bedragen noemde wat betreft de verhoging van het minimumloon. Dat bleek nu ergens in de orde van 13 te zijn. Die verhoging die volgens mij per abonnement besloten is, was, ik meen, terwijl het had normaal gesproken trendmatig 20 cent moeten zijn. Toen hebben ze er 70 cent nog bij gedaan, dus zeg maar een hele euro. Ja, maar toen zei de ChristenUnie, die zei het moest wel 18 euro worden. Leek mij een beetje een erg snelle verhoging. Vooral omdat dat minimumloon in dat hele loongebouw of dat hele
inkomensgebouw een centrale rol speelt, omdat andere uitkeringen weer aan gekoppeld zijn. Ik kan daarvan de details niet beoordelen. Dat het, kijk, die hele rare dag dat die zaken besproken werden door al die gelegenheidscoalitietjes, was natuurlijk een beetje een vreemde vertoning. Maar laat daar dan een groep deskundigen naar kijken, dat kan toch? Laat het Centraal Planbureau daar naar kijken. Het ging met name om de dekking, hè? Dus ze kwamen dan niet uit. Ja, dat lijkt me. Ja, omdat je natuurlijk, als je het minimumloon verhoogt, en ja, je moet al die andere dingen ook gaan verhogen, dat zal natuurlijk wat betreft de dekking wel een rol spelen. Ja. Aan de andere kant is er in Nederland geen enkele speciale reden om ons zorgen te maken over het budgettaire beleid. We hebben echt wel wat ernstiger zorgen dan dat. En trouwens nog over Omtzigt, hij gaat ook overal meedoen. Hè? Dus dat wat eerder nog een beetje boven de marketing van hij gaat maar op. Ja, daar bleek niets van te kloppen van die geruchten. Nee, hij wil overal meedoen. Ja, sterker nog, zag ik niet ergens staan dat hij, als hij een beetje onder druk gezet wordt en zijn vrouw vindt het ook goed, dat hij dan ook wel minister-president wil worden. Oh, dat heb ik niet gelezen. Oh, dat, heeft hij dat gezegd? Zijn. Ja, misschien ben ik weer gedreven door mijn optimisme, want als we Omtzigt als MP krijgen, dan krijgen we Jessel Gusters niet als MP. Maar hij heeft wel gezegd, volgens mij bij die presentatie, een premierskandidaat hebben we nog niet, waarmee niet uitgesloten is dat hij het gaat doen. Maar precies, dat is waar. Ik vind hem best een man, het lijkt me een ongelooflijk deskundige man, maar voor mij is het een instrument. Ik hoop dat hij ervoor zorgt dat de VVD niet terugkeert aan de knoppen. Ja. Ja, ze mogen wat mij betreft een minister her of der of een staatssecretaris leveren. Helemaal geen probleem. Het lijkt me ook heel gezond om na 13 jaar eens in de oppositie te gaan. Maar goed, dat was mijn liefste wens. Ja. En nu zie ik aankomen dat die niet gerealiseerd gaat worden. En hij heeft in ieder geval qua partij, want we hebben er nu een paar genoemd van die kandidaten, maar hij heeft ook heel goed gekeken hoe ga ik nou die spreiding over het land doen. Dus hij heeft ook aan de randen van het land heeft hij wel kandidaten op de lijst gezet, zodat hij daar natuurlijk lokale types... Ja, ook heel verstandig, want dat is een van de onderdelen, begreep ik, van zijn ideologische heroriëntatie. Dat we ook moeten denken aan wijken en streken en nou ja, aan zeg maar lokale samenhang op wat lagere niveaus. Overigens allemaal klassieke CDA-politiek, toch? Ja.